Ja, ze nemen het ervan in de modder van de Flevopolder. Maar vanmorgen stonden de zwijnen nog in de stal in Wieringenwerf. Liefdevol verzorgd door de familiecommandeur. We verbazen ons wel eens over wat er inderdaad wel eens loopt in het bos. Of wat je tegenkomt van kippen en konijnen. Nou ja, en nu wilde zwijnen. Dus dat was wel heel apart. Ja, ja, we hebben heel wat te stellen gehad met ze. Maar goed, dat is het allemaal waard geweest nu ze naar het natuurpark gaan. Het is nog steeds een mysterie waar de zwijnen nou vandaan komen. Ik bedoel, ze zijn het gewend geweest om verzorgd te worden. Dus dan vraag je je toch af wie heeft dat gedaan. Waarom heb je ze gedumpt? Ja. Ga je ze missen? Nou, toch wel een beetje, denk ik. Ja. Nou ja, dat geknor, het eten klaarmaken en ze zijn blij. Nou ja, dat soort dingen ga je toch wel missen, denk ik. Maar na een dringende oproep van de gemeente Hollands Kroon kunnen de zwijnen uiteindelijk terecht in Natuurpark Lelystad. Als je het toch ziet, het is fantastisch. Dan kunnen ze straks lekker in wroeten, rollen, de vrije natuur in. Nou, kijk, ze gaan hartstikke leuk. Okay.